De pupil van de week van Sportclub Meddo had enige moeite de goal te bereiken, maar scoorde toch. Dit gold nog niet voor de boys in green. Bij de Meddo'se doelpaal stond een snelle score van GSV in de weg. Het zonnetje had toch veel publiek naar het konder gelokt, maar genieten van een mooie wedstrijd? Nee, dat niet echt. Meddo bakte er niets van en hoewel GSV ook niet echt goed speelde, stonden ze binnen 20 minuten met 2-0 voor. Grote opwinding van de club uit Geesteren kreeg Meddo een penalty, maar u raadt het al, gemist. Kort daarna toch een hoopgevende tegentreffer. Over de tweede helft kunnen we kort zijn. Meddo speelde slecht en GSV maakte daar nog een keer gebruik van. Frank, ik hoorde je zeggen net wanvertoning. Ja, dat vond ik ook. Ik ben ook enorm teleurgesteld. En ik had van mijn proef vandaag wat anders verwacht. We hebben een heel goede serie neergezet. Met de winterstop bij 9 wedstrijd 20 punten. Dan doe je het gewoon goed uit met een jonge elftal. En dan verwacht je vandaag wat. Alle sponsoren, heel veel mensen staan langs de kant. En dan gebeurt ons dit weer. En dat gebeurt ons altijd als het echt moet gebeuren. En ik ben enorm teleurgesteld. De eerste 10 minuten, toen dacht ik even aan gisteravond Bulgarije-Nederland. Nou, dat dacht ik dus ook. Hetzelfde soort instelling. Ach, dat doen we wel even. Een veel te laag tempo. Ballen kwamen niet aan. Afspraken werden niet echt altijd goed nagekomen. Middenvelders die te diep stonden, vond ik wel. Alle uitvallende ballen die waren voor hun. Nou, dan loop je tegen een probleem aan. En dan probeer je het na rust nog wel goed te maken met een iets betere instelling. Maar dan ben je gewoon te laat. Zo kun je aan de wedstrijd beginnen. Zo kun je nog geen prijs halen als team hier. En dat doet me enorm zeer. Want dit is mijn laatste jaar hier. En ik wil wel graag een prijs halen dit jaar. En dat kan misschien nog steeds. Moet ik even de uitslag afwachten voor de tweede periode en voor de vierde plaats. Maar dit komt wel erg hard aan, ook bij mij persoonlijk. Dat doet me echt zeer. Een overwinning had je op de derde plaats kunnen brengen. Nou goed, dan hadden we een promotieplaats in helemaal in eigen hand gehad. En vandaag een slag kunnen slaan. Dat hebben we gewoon nagelaten. Als team zijn, daar hoor ik er natuurlijk ook bij. Maar je probeert je ploeg met een wedstrijd te spreken in de training door de week echt goed voor te bereiden op deze partij. Daar had ik ook echt goed gevoel over. Maar we hebben ook verdiend verloren. En onze eigen schuld ligt gewoon bij onszelf. De scheidsrechter. Er was nog wel wat discussie over. Nou, daar kun je natuurlijk altijd bij zoeken. Dat is altijd de makkelijkste weg. Maar ik vind niet aan de scheidsrechter gelegen heeft. We hebben gewoon zelf een slechte wedstrijd gespeeld en terecht verloren. Dus ik ga niet naar excuses zoeken bij de scheidsrechter, want it's not done. Hoe gaan we dit allemaal veranderen? Nou, ik heb er nog 6 wedstrijden voor en dan zit mijn tijd hier erop en dan ga ik wat anders doen. Wat? Ik ga volgende bij Trias de B1 doen en waarschijnlijk bij DCC, waar mijn zoon hoofdtrainer is, ga ik misschien wat doen. Die gesprekken lopen dan nog, maar even afwachten. Ik moet eerst dit even verwerken voor mezelf en met de jongens samen. En gaan we dinsdagavond eerst maar eens weer trainen en volgende week op naar Haaksbergen en kijken of we daar wat punten kunnen halen en dan maar eens weer verder kijken. Haaksbergen moet toch makkie zijn? Ja, dat dacht ik vandaag ook, maar zo makkelijk schijnt het allemaal niet te zijn. Onderschat nooit je tegenstander, hè? Nee, dat doe ik ook sowieso niet. In principe hebben de jongens dat onbewust toch al gedaan. Dat gaan we vandaag wel even doen. Maar dit is een wanvertoning. Ik ben echt teleurgesteld. Ach, een biertje doet veel, Frank. Nou, dat gaan we maar eens in proberen. Het is maar een spelletje. Hij zei ja, maar wel de belangrijkste bijzaak in het leven vind ik altijd.